Nooit meer, toch weer. Rotterdam, een havenstad in Nederland. Het was een prachtige stad met mooie gebouwen. Ineens niet meer. In een klap was bijna alles weg. Het was 14 mei 1940 toen het gebeurde. De Duitse bommen vielen als hagelstenen uit de lucht. Sirenes in plaats van muziek. 13 minuten en het was voorbij. Bijna alles is vernietigd. Overal puin. Onschuldige mensen vermoord zonder enige reden. Pijn, verdriet en hopeloos. Nooit meer. Toen ik dat zag, dacht ik wel zo van, wil dat nooit kunnen meemaken, zeg maar. Maar voel ik me eigenlijk wel een beetje verdrietig. Want waarom moet dan een stad waar mensen wonen platgebombardeerd worden? Ik vond het best eng, maar het is ook iets belangrijks dat andere mensen moeten weten. Je ziet het nu met de oorlog in Oekraïne. Men leert er niet van, dus we moeten het verhaal blijven vertellen. I like that people can remember since the mistakes they did in the past, so they cannot do that now. Ja, ik heb er wel bij stilgestaan, maar niet echt zoals vandaag. Ik vind het belangrijk dat andere kinderen ook komen, zodat je niet alleen maar op school dat doet, maar ook hier. Ik vind het vooral eigenlijk bizar dat er mensen zijn die het hebben overleefd en die er nu staan en die te komen vertellen aan ons. Eigenlijk een beetje onvoorstelbaar dat dat weer gebeurt. Dat er weer mensen op de vlucht zijn en dat er weer mensen hun huizen kwijt zijn. Ik had niet gehoopt dat ik nog in mijn leven een derde wereldoorlog zou meemaken. Hoe voelde het om in de kelder te zitten en al het geluid te horen? Ja, heel, heel angstig. Hoe was het toen u eruit kwam? Bizar. Heel bizar. De stad achter ons, dus aan achter, ja, die brandde en smeulde. En we hebben echt nog maanden brandlucht geroken. Herdenken is iets voor oude mensen geworden. Onze vrijheid kende geen grenzen, dachten we. We waren vrede en veiligheid vanzelfsprekend gaan vinden. Maar kijk eens wat er nu in Oekraïne gebeurt. De geschiedenis herhaalt zich. We vallen door de tijd. Mariupol, een hoofdstad in Oekraïne. Het is 2022 en oorlog brak uit. Russische bommen vallen als hagelstenen uit de lucht. 80 dagen en het is nog steeds niet voorbij. De stad is vernietigd. Vluchtelingen, zelfs bij ons in de straat, toch weer. Het is indrukwekkend en eigenlijk moet je daar ieder jaar naartoe. Ik vind het ook heel bijzonder dat jullie daar zo voor geïnteresseerd zijn. Waarom is het zo belangrijk dat er kinderen bij zijn? Omdat het heel belangrijk is dat we jonge kinderen, jullie leeftijd, nog eens een keer als oudere mensen duidelijk maken dat vrede niet alleen iets van vroeger was. Jullie zijn nu nog kleine kinderen, maar jullie worden straks groot. En jullie worden verantwoordelijk in Nederland of op een andere plek in de wereld. En dat jullie dus ook straks allerlei beslissingen gaan nemen die van belang zijn voor de wereld. Dat wij gewoon hier over straat kunnen lopen zonder dat we bang moeten zijn voor bombardement. Dat we doodgeschoten worden, dat wij gewoon vrijheid hebben. Dat is wel weer iets wat ik vandaag weer geleerd heb, dat het niet vanzelfsprekend is dat wij vrijheid hebben. You just see what will happen if we don't look at our mistakes and we just don't fix them. Everything will repeat if we don't do it right now.